Jorian van Akker, vicevoorzitter van Neptunus. Achter ons de wedstrijd bezig tegen Hoofddorp Pioniers. De wedstrijd begon met een minuut stilte. We weten allemaal waarom natuurlijk. Wat vond je ervan op dat moment? Ja, ik vond het wel indrukwekkend. Gelukkig nog niet zo vaak meegemaakt hier in het stadion. Je ziet het wel eens op tv met voetbalwedstrijden. Maar nee, ik vond het indrukwekkend om even erbij stil te staan met z'n allen. En te zien ook hoe de tegenpartij ermee omging en hoe het publiek ermee omging. Ik denk, ja, mooi eerbetoon aan Loek. Hebben jullie er lang over moeten nadenken hoe je zoiets wil aanpakken? Nou, misschien een beetje. Bijvoorbeeld de rouwbanden die, waar we mee spelen, die hadden we niet. Dus die hebben we geleend van Sparta Voetbal. Maar dat was wel, ja, ik denk wel gewoon terecht om, dat, om daar op die manier even bij stil te staan. En uiteindelijk is het ja, meer het gevoel dat daar de doorslag geeft. Verder gaan we niet al te lang over doorgaan over de wedstrijd hebben. Zo, maar ja, tot slot, ja, hoe zal Loek bij jou herinnerd worden? Ja, heel, hele goede speler, hele goede honkballer, heel fanatiek. Heeft veel kwaliteit gebracht in ons team voor het Nederlands honkbal. Dus met name wat hij op het veld bracht was zeer indrukwekkend. Is het dan misschien ook wel goed dat die jongens gewoon meteen maar aan de play-off en meteen maar een wedstrijd hebben? Ja, misschien wel. Misschien wel. Uiteindelijk de beste manier om ermee om te gaan is misschien gewoon met z'n allen verder te gaan, te spelen en te focussen op wat op het veld belangrijkst is. En dan zijn de play-offs daar wel het voorbeeld van. Voor ons is deze maand heel belangrijk. De play-offs nu tegen Pioniers en dan hopelijk plaatsen voor de Holland-series. Want we willen die 20e titel behalen. Deze wedstrijd is nu bezig, dus als we straks het interview allemaal kunnen gaan bekijken is deze wedstrijd natuurlijk afgelopen. Maar even in het algemeen. Ja, met jullie namen moet deze halve finale wel te doen zijn, vraagteken? We hebben wel een favoriete rol, denk ik. We zijn de eerste geëindigd in de competitie, hebben het goed gedaan. Dus ik denk als je op langere termijn kijkt, zijn we favoriet. Uiteindelijk, het is een korte serie. Het zijn 5 wedstrijden, je moet er 3 winnen. Je ziet vandaag al, het staat nu 2-0. Hun werper is goed, daar hebben we het ook moeilijk mee. Dus dan kan het spannend worden. Voor je het weet verlies je een wedstrijd en dan loop je achter de feiten aan. Dus het is wel voor ons ook belangrijk om scherp te blijven en die eerste wedstrijd zeker te winnen. Dan begin je met een goed gevoel aan de play-offs. Is dat hun grootste gevaar, de international werper? Ja, hele goede werper. En dat weten we. Die heeft het in de competitie ook goed gedaan tegen ons. Ze hebben eigenlijk ook een goede ploeg. Verdedigend zijn ze sterk. Dat zie je ook vanavond een paar goede acties. Ze spelen gewoon degelijk honkbal. En als ze op hun niveau komen, zijn ze ook voor ons gevaarlijk. Je zei het al even, een korter format dit jaar dan andere jaren. Waarom is dat precies? Ja, het is niet ideaal. Het is nu een jaar met het EK in september, Olympisch kwalificatietoernooi, dat er direct achteraan komt. Daar moet de competitie klaar voor zijn. Dus dat betekent dat we eind augustus al moeten stoppen. Terwijl vorig jaar waren we nog tot eind augustus of eind september bezig. En tussendoor hebben we ook nog een aantal weekenden gehad waarin we niet kunnen spelen. Volgend weekend is het EK onder 23. Waarbij we dus ook competitie stil moeten leggen. Dus we houden te weinig weekenden over om alle wedstrijden te kunnen spelen. Dus vandaar een suboptimale opzet. Nu een play-offs van maar 5 wedstrijden in plaats van 9. Dat is niet ideaal, maar we moeten het ermee doen. En ook niet voor de bezoekersaantallen, begreep ik. Nee, zeker niet. We hebben dit jaar sowieso wat last. Het is slechter weer geweest in het voorjaar. En je ziet het ook vandaag weer, midden in de zomervakantie, is het gewoon rustiger. En dat is zonde, want we lopen gewoon 20-25% bezoekers mis. Het is al niet zo druk, dus het is jammer voor ons. En dan minder wedstrijden, dat helpt niet mee.